En alle mensen van Dutch Gaming Nation, welkom bij een Q-Bank. We gaan even een potje Q-Bank spelen voor de mensen die nog niet weten wat het is. Het is een soort schietspelachtig iets. Ik zal alvast even op zoek gaan naar een spel. Even een snelle spel. En wij komen aan in vriesvak. Ja, het zijn in dit geval... Q-Bank is een schietspel. Ja... Nou, dan heb je in dit geval heb je 2 en 4. Dat is 2 een wapen en 4 een handgranaat, TNT. En dan is de bedoeling dat je elkaar afschiet. Ik weet niet of het in teamverband is of gewoon solo deathmatch. En dan is de bedoeling in principe dat je dus oplet. En elkaar neerschiet. Simpel. Meer is het eigenlijk niet. En ik zet even mijn klokje aan, want anders vergeet ik straks weer hoe lang we bezig zijn. Zo. En niet dus dat word ik een beetje doodgeschoten, dus... Oh, dat ging goed. Nou, ik ben pas begonnen. Dus ja, veel valt er nog niet. Zo. Hey. Kut. En dit spel is wel aardig bekend geworden door Dusdaven Games. Nou, het kanaal is wel erg goed bekend, denk ik. En Vaco Games, Vaco Nof, hè, onze goede vriend Lars, die is deze serie natuurlijk ook al begonnen. En zo ben ik eigenlijk zelf ook een beetje in het spel geraakt. Het zal geen vaste serie worden, het zal af en toe gewoon een uploadje of een twee in de week voorbij komen. En lijkt het je wat? Oh, okay, ik zit al vol. Lijkt het je wat? Laat in de comments achter of je het spel zelf ook speelt. En ik zal mijn naam, zal ik ook wel even in de beschrijving zetten hoe ik hier heet. Voor de mensen die zoiets hebben van, het lijkt me wel eens leuk om ook eens met jou een spelletje te spelen. Ik zal het natuurlijk niet elke dag spelen. En wie weet kan je dan meedoen in de video. Lijkt me wel gezellig. En dan hebben we het nu even over de knoppen. Ik heb natuurlijk de tutorials heb ik al een beetje doorlopen. W is naar voren, S is naar achter, A is naar links en D is naar rechts. Dus eigenlijk in principe de standaard knoppen die je in elk spel hebt. Dan heb je aan de rechterkant heb je skillkaarten. Die kun je scrollen tussen Q en E. En... Tering, wat heeft die verdediging? God kleuren. Hé, eindelijk. Oh. Tussen Q en E. En dan kun je met je rechtermuisknop kun je dus je skill gebruiken. Die blauwe knopjes hier, die je ziet, dat zijn in principe je munitie. Nou, het is dan wel de bedoeling dat als jij bijvoorbeeld geen granaten meer hebt. Dat als jij geen granaten meer hebt, dat je dus je granaten moet pakken, zeg maar, en dan de knop moet drukken. Oh, kut. Ja, dood. En dan moet gaan reloaden, zeg maar. Nou, R is reload. Spatie springen en dubbele spaties. Ik zal het even demonstreren. Dat tijd heb, ja. Dat je zeg maar wat hoger kan springen. In principe een soort van dubbele sprong. No ammo, ja, daar heb ik geen reet mee te maken. Zo. Twee combo. Ja, voor de rest zijn dat eigenlijk een beetje de basisregels. Je kan in het begin als je een character aanmaakt, kun je kiezen uit dit poppetje. En je kan kiezen uit een beer en kiezen uit een... En het nog een paar characters. Rot op! Don't shoot me! Ah, kut. Nou, dan heeft dat wel weer afhankelijk
dingen natuurlijk wat je hebt met wapens en dat soort dingen. Maar het is in principe, ja, qua sterkte is het allemaal hetzelfde. Dus alleen het wapen, of het soort wapen is anders. Ah, dat balkje wat je onderin ziet trouwens, want je hebt dan links onderin heb je 3 balken. De bovenste is je leven. De middelste, daar ben ik nog niet over uit wat het is. Dus als je het weet wat het is, de middelste, laat dan in de reacties achter wat dat is. En dat onderste, dat is als je dubbel W indrukt, dan ben je in principe aan het sprinten. Kan dat? Ja. Dan... Hey, nou ben ik hem kwijt. Als je dubbel W indrukt, dan in principe duik je naar voren, zodat je wat sneller naar voren kan. En dat is dat metertje dus. En zo kan je op dat moment spelen. Even kijken. Ik sta tweede. Dat is tap. Dan kan je je scorebord zien. Erg handig. Ik wil wel een beetje weten hoe ik het gedaan heb. Kut. Maar goed, we hebben nog 2 punten. Zoals je boven in de beeld kan zien is blauw 39 en roze 27. Totaal 40, dus we hoeven in principe nog maar 1 kill te hebben. Dus als we er even snel eentje vinden, dan... Dat dus. Dus ik hoop dat ik even snel nog een kill kan maken. Dat zal wel even fijn zijn. Ah, jezus, waar schoot hij mee? Jij wint 40, ja, 40 stuks. Nou, dan krijg je aan het eind van je wedstrijd, dan krijg je dus je ervaring. Heeft er nog wat bonussen bij. Dat dus. Goed. En dan kom je weer in een menu uit waar je, ja, in principe kan kiezen wat en waar en hoe en dat soort dingen. Goed, vandaag. Nou, hier heb je dan nog een game room. Maar goed, dat was het weer. Vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En nou, hier zie je dus mijn naam. Dus vind je het leuk om dit spel te willen spelen? Voeg me dan toe op het spel. Dat doe je dus gewoon door je vriend aan te klikken, toevoegen. En dan je naam in te voegen die toe wil voegen. En dan, wie weet, zie ik jullie het verzoeken binnenkort wel weer tevoorschijn komen. Dus bedankt jullie voor het kijken, bedankt voor het abonneren, bedankt voor hun duimpjes. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer terug bij een nieuwe Q-Bang op dit kanaal. Mazzel!